College, de EHBO, onze wethouders en alle vrijwilligers die jullie vandaag helpen. Welkom aan alle leerkrachten, welkom aan alle ouders, maar vooral ook welkom aan jullie. En ik wil even kijken of iedereen er is. De kinderen van CWS Boterdorp, zijn jullie daar? Waar zijn de kinderen van Boterdorp? Helemaal achter, ik hoor jullie niet. Boterdorp. En de vuurvogels, zijn jullie daar? De groene hoek, zijn jullie daar? We gaan geen boer roepen. De Wietslag. Anne Frank. De Klimophoeven. En de Oosthoek. En nu allemaal, zijn jullie er? En hebben jullie er zin in? Hebben jullie het koud? Nee, hè? Willen jullie nog een warming up dan? Nee? Maar wel muziek, toch? Eerst, voordat we nog even met de muziek gaan warming uppen en voordat we met de wandeling gaan beginnen, wil ik graag even het woord geven aan onze wethouder van de gemeente Lansingerland, meneer Ten Katen. En hij gaat het symbolische startschot geven voor dit evenement. En daarna gaan we nog weer even verder met de muziek. Een groot applaus voor wethouder Ten Katen. Goedemorgen allemaal. Ja, even heel opletten, want ik moet een startschot geven en daar heb je wel een pistool bij nodig, want heel gevaarlijk natuurlijk. Even jullie aandacht, want jullie zijn er helemaal klaar voor, we willen eigenlijk wandelen natuurlijk, maar het is wel goed om nog eventjes stil te staan bij waarom jullie hier zijn. Want dat heeft alles te maken met wandelen voor water natuurlijk. Jullie hebben allemaal 6 kilo water op je rug. Minder? Liter. Ja, maar 6 kilo is volgens mij ook 6 liter. Maar dat moet je nog maar eens aan je leerkracht vragen. En op die manier voelen jullie een beetje wat kinderen in arme landen in Afrika of in Indonesië iedere dag moeten doen. Hier komt het water gewoon uit de kraan, maar daar moeten ze het halen. En daarom, om daar een beetje bij stil te staan, lopen jullie met water op jullie rug. En jullie hebben allemaal sponsoren gezocht, hè? Hebben jullie allemaal jullie ouders en opa's en oma's, die sponsoren jullie allemaal? En dat gaat natuurlijk naar het goede doel, dus ik vind wel dat dat een applaus voor jezelf waard is. En nu we toch aan het klappen zijn, moeten we nog een paar mensen bedanken. Nu al, want we hebben nog niet gelopen, maar een paar mensen bedanken. Dat zijn de mensen van Outdoor Valley, waar jullie nu zijn. Want die hebben gratis deze locatie beschikbaar gesteld. Natuurlijk alle sponsoren, maar daar hebben jullie net al voor geklapt. Maar natuurlijk vooral de mensen van de Rotary, want die hebben dit mede mogelijk gemaakt. Even een groot applaus voor de Rotary. En ik denk dat jullie nu langzamerhand wel even klaar zijn, want anders dan worden jullie helemaal koud. Weet je wat we gaan doen? Ik ga een symbolisch startschot lossen. Daarmee is het eigenlijk van start. Je moet nog even blijven staan, want jullie moeten nog een klein beetje muziek maken. En daarna mogen jullie beginnen. Ik stel voor, ik ga dat ding even aanzetten. Kijk of het doet. Moet ik hem zo houden? Dan gaan we met z'n allen tellen van 10 naar 0. 10, 9,